Al even geleden verscheen op Instagram een eerste hint van nieuwe planners. En inderdaad, Craft Sensations heeft weer nieuwe planners in de action liggen. En ik heb ze gevonden. Yes! Net als de vorige keren zijn dit twee undated planners met allebei een beetje een ander thema. Ik vind dit een beetje een roze met gele retro stijl hebben. En dit is echt zo'n blauwe marmer print. Heel cool allebei. Heel verschillend. Eigenlijk wat verschillender dan de vorige versies die zijn uitgebracht. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar verder is het eigenlijk wel heel erg herkenbaar dat ze passen in het rijtje van de vorige. Maar als je ze naast elkaar op je plannerplank of in je boekenkast zou zetten, zal je misschien iets opvallen. Ze zijn namelijk een stukje kleiner. De planners die de vorige keer zijn uitgebracht hadden 2, 4, 6, 8 discs. En nieuwe planners hebben 2, 4, 6, 7 discs. En daarmee is ze eigenlijk afgestapt van het half A4'tje, dus een A5'tje formaat papier. En is er gekozen voor de wat meer traditionele kleine planner formaat. Die je misschien wel herkent van de Happy Planner. Die heeft namelijk ook 7 discs. En als ik het zo even bekijk op dezelfde plaats, dat is heel erg leuk. Ook hebben inderdaad de planners dezelfde afmetingen. Zijn trouwens de discs van de Happy Planner wel wat kleiner dan die van de Craft Sensation Planner. En voordat ik trouwens daar iets verkeerds over zeg, de discs van de oude planners zijn dezelfde maat als de disc van de nieuwe planners. Of eigenlijk had ik het andersom moeten zeggen. Hoewel dus de maat van deze planner kleiner is dan die van de voorgaande jaren, zijn de discs wel even groot. Dus dat is wel heel erg fijn. Want ik vind het soms best wel lastig dat deze kleine plannertjes van de Happy Planner ook meteen kleinere discjes hebben. Wat betekent dat eigenlijk veel meer van de disc bedekt is door papier. En dat gaat hier toch wel wat makkelijker. Wat betekent dat de planner wat meer te vullen is en dan eigenlijk wat mooier blijft liggen op je bureau. Op de voorkant zit een soort van los etiketje met alle informatie. En hier staat ook bookmarken, 12 monthly tabs, weekly contents, note sheet, birthday, holiday, messages, clear photo pocket, sticker sheet, stencil en pouch. Dus dat klinkt en heel leuk en herkennen we ook wel een beetje van de vorige planners. Dus ja, ik ben verder heel erg benieuwd hoe de binnenkant er misschien anders uitziet. Nog wel ook even aan de buitenkant wat er wat anders uitziet. Er is eigenlijk afgestapt van het faux leather materiaal wat op de vorige planner zat. Waar je dan hier een stiknaad had en dan een stukje plastic. Want deze planner voorkant en achterkant is helemaal gemaakt van plastic. Het is een beetje het plastic wat ik wel herken uit schoolmappen van vroeger. Het is niet super dik. En toen ik deze roze net even goed bekeek, viel het me al op dat er wat slijtplekken hier al op de cover zitten. Dus ik weet niet helemaal hoe mooi deze print erop blijft zitten. Maar tegelijk, het is wel gewoon een kleinere planner dan de planners van voorgaande keren. Wat dus betekent dat je hem veel makkelijker in je tas kan meenemen. En dan is het ook wel lekker dat het een wat lichter geheel is dan natuurlijk de planners van de vorige keren die wat bulkier waren, groter waren en dus ook wat zwaarder waren om mee te nemen. Wat trouwens ook een gevolg is van het veranderen van de cover, is dat zeg maar de uiteindjes en dit ringetje van het elastiek zichtbaar zijn. Bij de vorige planner zaten ze zeg maar verstopt achter het laagje papier wat hier op was geplakt. En dat is in theorie het laatste zichtmapje een beetje gaan indeuken. Dus dat is toch wel iets om rekening mee te houden. Wat ook nog een heel leuk ander verschil is, is dat deze planners, de roze met geel retro planner, heel leuke, doorzichtige en heel leuk gekleurde discs heeft. Ik word hier mega blij van meteen. Het zijn weer sterretjes, maar dus deze keer van een doorzichtig plastic gemaakt. En dit schreeuwt volgens mij zomer. Dus misschien dat ik zelf op een gegeven moment bedenk, misschien wil ik ze wel op deze planner zetten. Niet alleen de maat van deze planners is veranderd, ook het prijsje is kleiner geworden. Deze planners liggen namelijk nu voor €2,99 in de winkel. Bij mij een beetje in een hoekje onder de wenskaarten, maar wel in het creatief volwassenen schap. Dus niet eigenlijk in het schap waar de andere planners liggen. Aangezien de maat is veranderd en ook aan de buitenkant wat is veranderd, ga ik er eigenlijk vanuit dat er ook aan de binnenkant wat veranderd is. Ik kon niet echt ontdekken, precies. Op de achterkant van zeg maar het informatiepamfletje zie je ook al wat informatie en zie je ook een beetje een sneak peek in de weekoverzichten. Dus laten we die inderdaad meteen gaan bekijken. Ik ga beginnen met de roze planner doorbladeren en dan meteen wat commentaar geven. En dan kijken we ook nog naar de blauwe planner. De roze planner wordt met een geel elastiek afgesloten, wat heel erg leuk past bij de andere kleur van deze planner. En aan de binnenkant weer een page marker die je eruit kan halen en op een andere plek ertussen kan doen. Deze keer van een beetje frosted plastic.
En met een soort van gele print, lijkt een beetje goud. Deze planner belongs to, met datzelfde leuke lettertype. Echt dat, ja, wel heel... Don't wish for it, plan for it. Nou, ik ben hier echt al helemaal fan van. Op de achterkant is deze leeg. En dan krijgen we hier een pagina met this month, birthdays, priorities, to-do list en inspiration. En al een beetje een hint naar de layout, want die hebben ze aangepast. Ze hebben nu hier een vakje voor notitieruimte. Dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Terwijl dat de voorgaande keren natuurlijk nog een verticale layout was. Dus dat is wel echt een hele leuke aanpassing in het ontwerp. Ik zal even meten hoe groot deze vakjes zijn. Ze zijn ongeveer 5,5 centimeter bij... Ja, 8,5 tot 9 centimeter. Dus dat geeft je ook echt wel eigenlijk alle ruimte om stickers te plakken. Laat ik meteen ook even proberen met deze sticker van de Happy Planner. Want volgens mij past die echt prima over de hoogte van dit vakje. Ja, ja, dat past inderdaad. Dus je zou kunnen zeggen, je kan er zeg maar één grote box sticker in plakken. En dan heb je op zich nog wel wat ruimte om hier bijvoorbeeld een... ander stickertje overheen te plakken. Maar dat is in ieder geval leuk als je deze stickers graag gebruikt. En als je deze stickers hebt, dan kan je deze standaard box stickers gebruiken. Verder valt het me op dat hier de week weer in hetzelfde lettertype is geschreven. Trouwens, het lettertype zie je ook hier bij de tabbladen. Het papier, ik moet even vergelijken met de planner van vorig jaar. De tussenbladen zijn dezelfde dikte. En het papier... voelt iets minder... Oh, dat waren twee blaadjes. Dat is niet aardig. Wat ik ging zeggen... Dit is iets minder glad papier. Ik denk wel dat het dezelfde zwaarte, dezelfde dikte is. Maar dit was een beetje... Er zat zo'n sheen overheen. En dit voelt wat meer... korrelig. Het is absoluut niet korrelig. Maar ik krijg een beetje het idee dat het... Ja, een bepaald soort papier is wat misschien wel duurzamer is. Nee, het zijn vooral dezelfde informatie. Paper made from responsible sources, dus dat is heel mooi. Maar ik moet zeggen, ik vind het papier wel heel lekker. Maar voel zeker even in de action. Want misschien vind jij het papier helemaal niet fijn. Of vind je het papier juist heel erg fijn. Weekoverzicht. Je hebt 1, 2, 3, 4... 5 weekoverzichten per maand. En dan heb je op de achterkant van eigenlijk het laatste weekoverzicht een notitiepagina. Met weer het volgende tabblad. Heel leuk februari dat het een hartje is. Volgende en achterkant zijn gelijk. De rest van de maanden hebben dezelfde weekoverzichten als ik die bij januari heb gezien. Dus we bladeren even door de planner met maart deze leuke bloemetjes. Voor een achterkant hetzelfde. Dan hebben we april waar de voorkant zeg maar de gespiegelde versie van de achterkant. Dan in mei... Good vibes only met, een neutrale achtergrond. Ze zijn niet allemaal gelijk aan elkaar. Spikkeltjes in juni. Zonnebril in juli. Augustus een zonnetje en, die zit niet op de andere kant. September, leuk motiefje met roze en roze en roze. Oktober, good vibes only met een gaaf lettertype. November, een omgekeerde regenboog. Achterkant is blanco. En in december, the season to be merry. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat ze er toch seasonally, dat ze er een beetje qua seizoenen wel naar kijken. Laten we dan even hier de weekoverzichten wat doorbladeren. Dat heb ik al gedaan. Dus je hebt de weekoverzichten en dan notitiepagina. En dan komen we eigenlijk bij de extra pagina's die je natuurlijk prima eruit kan halen. En op een andere plek ertussen kan stoppen. Want dat is wel echt het voordeel van een disksysteem. Je kan heel makkelijk, je kan het er gewoon uitscheuren hoor. Dus doe dat niet. Maar als je... het voorzichtig probeert, kan je heel makkelijk de papieren op een andere plek ertussen schuiven. En er bestaan wel puntjes waarin je dus deze zeg maar een beetje paddenstoelachtige vorm kan uitsnijden. Dan moet je dus echt een punch hebben die zeg maar dit vormpje kan maken. De Arc Punch, de Happy Planner Punch, de Disc Agenda Punch, die kunnen allemaal deze vorm aan. Maar goed, hier kan je heel leuk een verjaardagsoverzicht maken. Dan heb je hier weer twee paginaatjes voor holidays. Dus als je op vakantie bent geweest, kan je hier een klein verhaaltje schrijven over hoe leuk het was. Dat zat ook inderdaad in de vorige planner edities. Dan hier special messages. Dan kun je vragen of vrienden hier een berichtje voor je inschrijven. Dat is wel echt heel cute. Trouwens leuk hier hoe de verschillende kleuren van de planner eigenlijk terugkomen in een streepjesmotief. En in theorie, bij alle zeg maar extra pagina's zit dat. Dat vind ik wel echt een leuke toevoeging. Dan weer een notitiepagina. Dan hetzelfde pakketje met birthdays, holidays, special messages. Nog een keertje. En dan, even kijken. Die hoort eigenlijk bij het vorige pattern. Dus 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pagina's notities. En dan stickers. Heel veel leuke stickers. Heel kleine stickers trouwens. Het is wel een beetje priegelen. Ik vind deze heel erg cute. En ik vind het heel leuk hoe de kleuren hierin weer terugkomen. Ze hebben hier inderdaad ook heel handig een kleine 1 tot en met 31. Dus dat is heel handig, maar natuurlijk eigenlijk maar voor 1 maand. Want je hebt natuurlijk 12 maanden, je hebt maar 1 set stickers. Maar wel een heel leuk aanzetje. Dus ja, als er toch nog een keertje stickers komen, Craft Sensation, zou dat wel heel erg leuk vinden. En zoals de vorige keer ook weer een heel leuk stencil. Ik pak even die van vorige keren erbij. Ik heb het idee dat de, zeg maar, het design hetzelfde is, maar dat de figuurtjes wat kleiner zijn gemaakt. Bijvoorbeeld hier zie je een ballonnetje, die zie je ook hier, maar daar zie je een stuk groter. En ze hebben ervoor gezorgd dat alles, zeg maar, beter erop paste. Dan ook weer heel handig een zakje waar je dingen in kan doen. Dus misschien extra stickers. Of heb ik hem nou open gedaan? Nee, hij is open. Extra stickers of papiertjes die je niet kwijt wil raken. En dan hierachter mijn favoriete zichtmapje. Namelijk met 1, 2, 3, 4 vakjes. Dus ja, ik vraag me nog steeds af hoe echt handig dit is. Je kan er misschien net wel een paar stickertjes in doen. Ja, dat past dan wel. Dan moet je natuurlijk half afknippen. Maar ja, niet bruikbaarste zichtmapje, denk ik. Maar weet je, nog steeds heel erg leuk dat dat in deze planner zit. En dan aan het einde heb je de achterkant en weer het elastiek. Laten we dan gaan kijken naar de blauwe planner. Ik neem aan dat het verder eigenlijk hetzelfde ontwerp heeft. Behalve dat het eigenlijk het thema is aangepast. En dan zal ook wel het lettertype anders zijn dan die van de roze planner. Nou, hier binnen begint het eigenlijk al. Ja, het lettertype en de cijfertype, zeg maar, van de lineaal zijn anders. Maar het heeft wel dezelfde goud-gelige kleur. En dan, this planner belongs to, met de mooie marmeren achtergrond. Oeh, dit is wel heel moody. Oh, the best time for new beginnings is now. Erg mooie diepe kleuren. Heel erg mooi. En dan hier ook weer de achterkant dezelfde als de voorkant. This month, ander lettertype dan de planner hiervoor. Birthdays, priorities, to-do list, inspiration. Datzelfde lettertype komt hier bij het week voor. En verder inderdaad is dit allemaal hetzelfde. En je hebt ook weer 1. Dus dat was 1, 2, 3, 4, 5 weekoverzichten per maand. En dan hier heb je notes aan lettertype met weer het volgende tabblad, namelijk van de volgende maand. En dat is februari. Voorkant, achterkant ziet er hetzelfde uit. Dus dat zal bij de meeste bladen ook alweer gedaan zijn. Oh, april heeft dan een seizoensgebonden quote. En dan is de achterkant neutraal. Oké, dus dat zal dan wel de vibe, zeg maar, van deze planner zijn. Heel leuk, ook met het goud ertussen. Ja, ik vind deze kleuren wel echt heel erg mooi. Heel mooi diep. Hier heb ik weer een quote. Maar ik denk, hoewel ik helemaal niet zo speciaal echt van retro hou, vind ik de geel met roze planner wel echt heel erg leuk. Hier ook weer mooi. Mooi, dat blauw hoor. Hot chocolate, crunchy leaves, cozy knits en pumpkins. Oké, heel leuk voor oktober. Hot chocolate for the win. Mooi. En dan zal december. Nee, december heeft dan geen seasonal quote, maar wel weer een heel mooie blauwe, ja, marmerprint. Dan ook weer weekoverzichten. Oeh, we zien al hier een beetje een kleurtje. Dus je hebt de weekoverzichten gehad. En dan heb je de birthdays. Mooi, ander lettertype en mooi dat andere printje. Holidays, weer ruimte voor foto's en avonturen beschrijven. Special messages, notes, birthdays, holidays, special messages en dan notes. Nou, en dan ook weer dat hele pakketje. Hij zat hier net, dat ik ook al. Het kan zijn dat, zeg maar, het bewegertje van het zichtmapje een beetje om het papier heen gaat. Maar goed, dat heb je soms zo. Ook weer een hele stapel notitiepagina's. Ik zal even een dubbele laten zien waarbij je ook leuk die print ziet. Die is trouwens aan deze kant wat groter dan aan deze kant. Dus dan hebben ze hier iets meer papier afgesneden in die richting. Ja, grappig. Hier zie je. Ik bedoel, moet toch op een gegeven moment wel iets te hebben om over te zeuren. Hij is hier iets scherper afgesneden dan hier. Wat verder helemaal niet uitmaakt, maar wat me opeens opviel. En dan, wauw, deze stickers zijn ook weer heel mooi. Heel leuk hoe ze, zeg maar, de celestial hemellichamen als een beetje thema bij het marmer hebben gepakt. Vind ik wel echt heel mooi. En hier ook weer
Had ik het vorige keer niet gezegd, maar smile, it's spring, summertime, sunshine, autumn leaves are falling. The magic of winter is the season to be jolly. My plans for today, this is a special day. Notes, 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 notes. En dan halve stickertjes eigenlijk. Hier ook weer één setje voor dateren. Ja, of misschien kan je hier een soort van aftellijst of een soort van bucketlist van maken. Dat kan natuurlijk ook. Je hoeft het niet per se te gebruiken voor dateren. Dan ook weer het stencil, het zichtmapje en het zichtmapje met die vier vakjes. En dan het einde van de planner. Deze voorkant is hetzelfde. Ja, is hetzelfde. Deze achterkant is dezelfde als de voorkant. Terwijl natuurlijk hier op de achterkant weer die leuke regenboog die we eigenlijk aan de binnenkant ook zagen. En op allebei de planners staat My Planner. Ik vind het echt super tof dat er weer planners zijn gemaakt. Creative Sensation heeft gedacht en The Action heeft gedacht van hey, Dit verkoopt goed. Dit vinden ze leuk. Laten we er meer van maken. Wel hoop ik natuurlijk dat als de planners goed verkopen, dat ze dan ook gaan denken, hey, misschien kunnen we wel accessoires uitbrengen. Want ik zit nog steeds te wachten op een stickerboek. En misschien is het intussen wel leuk om een punch uit te brengen. Moet het dan een 7 gaatjes punch worden? Of dan misschien een 8 gaatjes punch? Of zeg je van, nou ja, nee, we doen gewoon 1 gaatje. Want het kan natuurlijk wel dat je per pagina dan 7 gaatjes moet punchen. Dat zou heel leuk zijn. Andere accessoires, meer stencils, meer zichtmapjes. Ik zie het nog steeds helemaal zitten. Maar voor nu zie ik het in ieder geval ook helemaal zitten om lekker met deze planners aan de slag te gaan. En ja, het is eigenlijk heel gek om dat te zeggen. Want ik heb dus hier een stapeltje liggen naast me van alle planners van de voorgaande keren die ik nog steeds niet heb aangeraakt. Maar ik moet zeggen, de 8 disc maat vond ik gewoon een beetje onhandig. En de layout, hoewel ik op zich graag met verticale layout werk, werkte die layout niet helemaal voor mij. En daarom vind ik het wel heel erg interessant dat ze dus hier gekozen hebben voor een soort van, ja, hybride layout. Want aan de ene kant is het zeg maar wel verticaal, maar tegelijk heb je eigenlijk de schrijfruimte van een horizontale planner. Dus in dat opzicht denk ik dat dit ook echt een hele leuke is om als een soort van dagboekje te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld best wel makkelijk dingetjes opschrijven. Je kan er een verhaaltje van maken. Je kan ook zeggen, nee, ik hou bijvoorbeeld werk-to-do dingen bij of school-to-do dingen bij. Je kan ook het misschien als soort van meal planner gaan gebruiken. Dat je 3 regeltjes voor, ja, ontbijt, lunch en avondeten doet. Ik denk dat dat ook wel heel erg geschikt is. En als ik dus nu inderdaad bedenk van, hey, deze planner van de Happy Planner, ik vind de voorkant niet meer leuk, dan kan ik dus nu heel makkelijk deze planner cover eraf halen. En, dat moet ik even op de ondergrond doen. En deze cover eraf klikken. En ja, dan heb ik eigenlijk meteen een heel nieuwe planner. En is het daarbij dus ook eigenlijk heel erg makkelijk om, als je wil, de boel een beetje, ja, op te fleuren, aan te passen, te veranderen. Want dat is toch echt wel de kracht van dit disc-systeem. Samenvattend, weer een disc-planner bij de Action te koop van Craft Sensations. Maar wel echt heel anders qua vorm, qua maat, qua prijs, qua layout, qua thema ook. Dus ik denk wel echt een hele leuke toevoeging voor je plannercollectie. Als je die hebt. En ook wel een heel leuke instapplanner om mee te gaan proberen of dit disksysteem voor je werkt. Ook weer geld voor deze. Je kan best wel makkelijk er gewoon een week uithalen. Daar het een en ander opschrijven. En dat dan bijvoorbeeld in een andere planner, bijvoorbeeld een Happy Planner, op deze manier klikken. Want het disksysteem is gewoon uitwisselbaar en de disks staan dus op dezelfde plekjes. En dat is toch wel heel erg leuk. Nu te koop in de Action voor €2,99 per stuk bij het creatief volwassenen gedeelte. En als je nog niet ziet, ik heb intussen ook al 2 weken erover gedaan om elke keer weer naar de Action te gaan en ze niet te vinden. Nu kwam ik ze tegen, dus ze zullen absoluut binnenkort anders verschijnen. Wil je nog een van mijn andere video's over de vorige versies van deze planner kijken? Kijk dan zeker in de links hieronder. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. En tot een volgende Craft Sensation Planner. Want ik wil meer. Tot dan in ieder geval. Dag.